In DNA is gisteren een commissievergadering gehouden over de ontwerpwet controle op dierlijke producten. Deze wet heeft als doel de export van vleesproducten te verhogen. Voor de commissie van rapporteurs onder leiding van NDP-parlementariër Amsat Abdul is het belangrijk dat kleine lokale vleeshandelaren beschermd moeten worden. Verder moeten voorwaarden worden gesteld aan personen die vlees verkopen en vlees slachten. Het DNA-lid Stefan Sang gaat nader in op het wetsontwerp. Ik wil enkel nog wat toelichten, voorzitter. Artikel 10, lid 2, sub C, gaat over het rondvenden. Dat valt eigenlijk samen met artikel 10, lid 2, sub E, waarin ook staat het verkoop van... waarbij het gaat om een verbod voor verkoop van vlees zonder een veterinaire vergunning. Ik vraag concreet dat er een categorisering is bij de aanvraag van een veterinaire vergunning, zoals de spreker heeft aangegeven. Maar misschien zelfs een categorisering naar het soort inrichting, omdat deze wet specifiek ingaat op een vergunning voor een slachtinrichting. In de definities in artikel 1 wordt slechts gesproken over een slachtinrichting, terwijl in de tekst wordt verwezen naar inrichtingen in het algemeen. Ik neem aan dat de voorwaarden voor een slachtinrichting veel strenger zou zijn dan bij een verkoopinrichting, zoals bijvoorbeeld een supermarkt. Ik denk niet dat het de bedoeling is dat een supermarkt moet voldoen aan de voorwaarden voor een slachtinrichting, voorzitter. Ik kijk uit naar de beantwoording van het ministerie. Graag wat meer duidelijkheid over de vergunningen. LVV, dat was het parlementslid Stefan Sang. LVV-minister Suresh Algu was ook aanwezig op de commissievergadering. Algu geeft een uiteenzetting over de gevolgen van de aanname van de wet. Hoe is het gesteld met de standhouders op de markt? De standhouders die kippenvlees verkopen vallen momenteel niet binnen de controle door LVV. Aangezien pluimvee geen slachtdieren zijn en er dus geen LVV-regelgeving hiervoor is, ze vallen onder BOG. Dat is wel het geval voor andere slachtdieren, zoals rund en varken. De slagerijen op de markt hebben allen een veterinaire vergunning van LVV. Na aanname van de wet zal pluimvee tot de slachtdieren worden gerekend. Exportmogelijkheden naar het Caribisch gebied, voorzitter. Exporten naar het Caribisch gebied aan de hand van normen gesteld door de importerende landen. De bedrijven die wensen te exporteren ondergaan een risicoanalysekeuring door een team van deskundigen samengesteld door CAFSA, Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Suresh Algu, afgelopen dinsdag in het parlement. De ontwerpwet controle op dierlijke producten wordt dinsdag in het openbaar behandeld.